Dan gaan we nu over naar de volgende spreker, dat is uh, Elke Blokker. Elke is uh, mede-initiatiefnemer van het Instituut voor Publieke Waarde. Altijd als jij of even je collega's uh, uh, zijn opwachting maakt in een podcast, dan, uh, dan uh, is het eerste wat ik doe is downloaden en luisteren, want ik word er altijd heel uh, geïnspireerd van. Jullie onderzoeken de publieke zaak door uh, en verbeteren de publieke zaak door publieke problemen duurzaam en waardegedreven op te lossen. Uh, we zijn benieuwd. Ja, goed, allemaal woorden. Ik zal even de trekjes <laughs> pakken. Uh, ja, uh, ik, ik werk dus inderdaad bij het uh, Instituut voor Publieke Waarden. Dat uh, doe ik nu twaalf jaar. Ik heb dat ooit met een paar vrienden uh, opgericht. Dachten we, joh, wat zullen we eens uh, gaan doen? We beginnen een instituut even opgezocht of dat een, een uh, beschermde titel was. Nou, dat is niet zo. Dus iedereen mag een instituut beginnen. Ik kan het u aanraden. Uh, maar eigenlijk was het een beetje met een knipoog, want we, we wilden natuurlijk nooit een instituut worden. Um, omdat we zagen dat er heel veel instituties zijn waar heel veel mensen hele goede dingen aan het doen zijn. Maar als er te veel instituties in je leven verschijnen, dan uh, kan het wel eens wat, wat, ingewikkeld, uh, wat ingewikkeld worden. En ik was op dat moment directeur van een, uh, een dakloze opvang in, uh, in Zwolle. En die uh, had ik ook zelf meehelpen opzetten. Dat was een particulier initiatief. En, uh, daar kwam natuurlijk een hoop uh, gedoe bij kijken. Uh, denk aan gedoe met de buurt. Er zat nog een kinderopvang naast uh, de locatie waar die, uh, waar die moest komen. Uh, dus die ouders zaten er niet per se op te wachten dat er naast hun kinderopvang... dat er een opvang uh, uh, komt. Uh, dus toen kon ik ook in dit soort zaaltjes gaan vertellen dat het allemaal al meevalt... en dat we een goed beheersplan hadden en weet ik wat... Daar komt het natuurlijk niet aan. Het ding is er gekomen en uiteindelijk valt het inderdaad wel mee. Dat is altijd wel de ervaring. Eerst willen mensen het niet. Uh, en dat is ook heel begrijpelijk. En dan, als het dan toch er komt, dan zeggen mensen achteraf: Oh, het valt allemaal wel mee. Nou, wat niet meeviel, vond ik achteraf, was uh, dat we ja, met, heel veel, nou ja, uh, met heel veel energie die dakloze opvang hadden neergezet. En uh, dat vonden we eigenlijk ook op dat moment alleen maar goed. Uh, en toen dat klaar was en het draaide, en toen kwamen er een aantal onderzoekers uh, langs en die gingen opzoeken. En dat is, een paar daarvan zijn nu mijn collega. En die gingen onderzoeken naar welke regels er nou eigenlijk in de weg staan om mensen met meerdere problemen te helpen. Nou, en in zo'n dakloze opvang zitten doorgaans mensen met meerdere problemen. En dat uh, uh, dat gingen zij bestuderen. Uh, dat was een opdracht van binnenlandse zaken. Die hadden het idee: nou, er zitten regels in de weg. En we moeten op zoek naar die regels, want dan kunnen we die opruimen. Weet je, dat was het, uh, het, het, het idee. En zij gingen dat doen vanuit de praktijk. Dus dat was actieonderzoek. Dat doen wij nu ook bij het, uh, het IPW. En ik had daar een meneer voorgedragen, Marcel. En Marcel die zat in, uh, in de dakloze opvang. Zat er eigenlijk ook al zeg maar, een jaar of tien. Of eigenlijk het eerlijke verhaal is dat hij in tien jaar tijd een beetje heen en weer pendelde tussen de dakloze opvang en het huis van bewaring in, uh, in Zwolle. Uh, want wat was er nou aan de hand? Hij zat steeds een beetje in datzelfde patroontje, uh, zat hij vast. Van, uh, 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 dat hij, ja, hij was natuurlijk ja, dakloos, uh, dan heb je niet heel veel te, te doen en niet heel veel, nou ja, heel veel perspectief ook. En Marcel leidt ook aan schizofrenie. En uh, is vanwege het feit dat hij dat perspectief niet zo heeft, een beetje lamlendig en zo, dan heeft hij ook niet altijd even veel zin om zijn medicijnen te nemen. Dus hij is niet medicatie trouw, zoals, uh, zoals het dan zo mooi eet. En als hij zijn medicijnen niet nam, en dan ging hij wel eens de stad in met, uh, met zijn kameraden. dan kwam hij toch regelmatig in geweldsincidenten terecht. Want Marcel was een hartstikke leuke vent als hij zijn medicijnen maar nam. Uh, want hij werd ook wel eens gewoon echt ronduit gevaarlijk. En, uh, uh, en één moment had hij. Uh, Marcel was tot overmaat van ramp ook nog vegetariër. Ja. En. Uh, um, hij had een vegetarische loempia besteld bij zo'n loempia karretje, maar die meneer had geen vegetarische loempia's. Uh, dat vond Marcel echt helemaal niet kunnen, dus toen heeft hij hem uit zijn karretje gehaald en uh, uh, in elkaar gebeukt. Daar moest hij smartengeld geld voor betalen. En toen wou Marcel vroegen van, hé hey joh, dat patroon hè, waar jij nu in zit... Um, Vertel eens, wij, denken, ja, wij, zien niet zo, wij zien de uitgang niet meer uit dat patroon. Je zit eigenlijk vast in je eigen doolhof, zou, zou je kunnen zeggen. Maar hoe kunnen we daar nou uitkomen? Toen Marcel eigenlijk: Van ja, weet je, eigenlijk is het mijn, mijn allereerste, belangrijkste probleem waar ik nu gewoon in vastloop. Ik zie dat patroon ook, ik wil dat ook doorbreken. Maar ja, niemand kan me blijkbaar helpen om dat, uh, om dat patroon te doorbreken. En ik weet wel wat er in de weg zit. Hij moest namelijk voor die Loempiaboer geld betalen. 7.000 euro. Die 7.000 euro is een niet-saneerbare schuld. Uh, daar hebben we regels voor. Uh, je moet dus, dus als je in de schuldsanering of in de schuldhulpverlening terecht wil komen, dan moet je eerst je schulden die te kwaadig trouw zijn ontstaan, die moet, je, uh, die moet je oplossen. Dat hele toeslagenschandaal, we hebben afgelopen week gezin 515 van dit jaar bij ons uh, ingeschreven, we helpen. Uh, mensen die helemaal vastlopen in ook hun herstel van dat toeslagenschandaal, daar zie je hetzelfde. Die mensen hadden dus allemaal zogenaamd een fraudeschuld. En kwamen daardoor ook niet in aanmerking voor hulpverlening, voor advocatentoevoegingen, voor weet ik het wat allemaal. En nu achteraf zien we, ja, dat was misschien wel helemaal geen fraude. Dat was gewoon een dikke, vette flunk van de overheid. Marcel had het ook, dat was wel zijn eigen schuld. <laughs> Marcel had namelijk echt dat loempia boertje, en die moest dat. Maar goed, hij zei ook, van, joh, ik kom dan wel eens, het lukt mij wel eens om op nummer 1 voor een woninkje te komen. En wij zagen eigenlijk ook wel, ja, als Marcel zijn medicatie neemt, en als we daar een beetje begeleiding en misschien iets met budgetbeheer of weet ik het wat op zijn, dan zou hij echt wel kunnen wonen. Maar wat gebeurde nou iedere keer? Als hij dan op nummer 1 stond voor een woninkje, dan ging de woningcoöperatie kijken, joh, die Marcel, wat is dat eigenlijk voor een vent? Dan kwamen ze erachter, hij heeft nog openstaande schulden. En dan ging die woning ging naar nummer twee op de lijst. En zei Marcel, ja, ik kan dus nooit meer in die woning terechtkomen... want ik ga never nooit met mijn Wajong-uitkering... ga ik die 7000 euro schuld wegwerken. Toen gingen we kijken... Ja, we zijn toch allemaal bezig om Marcel hier in het Vaart der Volken vooruit te helpen... in het beleidsplan van de dakloze opvang stond... dat de dakloze opvang een springplank zou zijn... naar een lang en gelukkig leven daarna. Beetje, zo zou dat moeten functioneren. Nou, Ik kan u vertellen, dat is doorgaans niet zo... Uh, maar goed, het, dat, het was wel de bedoeling dat, je, dat, dat Marcel eruit kwam. Dus en daar zijn we met z'n allen mee bezig. En wie is dan die met z'n allen? Want Marcel zei: Ik heb al zoveel mensen gezien. Nou, we hebben geteld hoeveel professionals bij Marcel betrokken waren in het jaar voorafgaand aan het gesprekje wat we hadden. Er waren op dat moment 48 verschillende professionals met Marcel bezig. En die 48 verschillende professionals. ...kosten bij elkaar 269.000 euro op jaarbasis. En met stip op nummer 1 stond ik met mijn dakloze voorziening... ...want ik kreeg alvast toen nog van het zorgkantoor 36.000 euro op jaarbasis... ...om Marcel institutioneel dakloos te houden in mijn voorziening. Daar komt het op neer. Want zou ik Marcel helpen uitstromen, dan kreeg ik om precies te zijn nog maar 0 euro... Dus wat mij tegenviel in die dakloze opvang, was, ja, hey, uh, de echte problemen kunnen we eigenlijk niet oplossen. Want ja, dat, is, dat, dat is blijkbaar moeilijk. Dat doen we met veel te veel mensen, waar we volgens van constateren, we hebben hier een coördinatieprobleem. Ja, Amoela, als je met 48 mensen rondom één persoon gaat, uh, gaat zitten, dan is coördinatie niet het probleem. Maar wij zeggen nu zelf wel eens vanaf de vierde hulpverlener worden problemen niet kleiner, maar doorgaans groter. Want dan komen er allerlei afstemmingsproblemen. Uh, en bovendien zitten die financieringsprikkels, die zitten gewoon niet goed, uh, niet goed in elkaar. Je krijgt betaald voor precies hetgene wat je niet uh, moet doen. Nou, hoe, ja. Als jullie vragen hebben voor Ilke, oh, ja. even weer in de Mentimeter, in menti.com. Ja. Ja. Dan uh, <laughs> zien we ze langskomen. Ja, precies. Wat Marcel nou is... Uh, en Edu Jan zei het net ook al, weet je... het is niet bewust gebouwd, he, dat DOLOF... maar het is wel de uitkomst van hoe we dat met z'n allen gebouwd hebben... door de jaren heen, vanuit verschillende perspectieven en systemen, et cetera. En we hebben een fantastische verzorgingstaat. We hebben... Ja, een geweldige dienstverlening voor mensen die één of twee problemen tegelijkertijd hebben. Voor mensen die meerdere problemen hebben of meerdere voorzieningen nodig hebben, is het gewoon te ingewikkeld. En wat er dan gebeurt, wij zijn dat maar met Karl Popper, de wetenschapsfilosoof, zijn we dat maar de zwarte zwanen van beleid gaan noemen. Dus we produceren heel veel witte zwanen. Heel veel dienstverlening werkt goed. Misschien wel 90% van de dienstverlening werkt, uh, werkt goed. Maar sommige dingen gaan onbedoeld verkeerd. Niemand had de bedoeling om Marcel voor zijn leven lang in die dakloze opvang te houden. Niemand had de bedoeling om Marcel in dat patroontje vast, uh, vast te laten zitten. Niet Marcel, niet de hulpverlening, niemand niet. En toch is het alles bij elkaar de uitkomst van hoe we het georganiseerd hebben. En sinds 2015 hebben we die Big Bang van die decentralisaties. En daar zouden we het allemaal anders gaan, uh, gaan doen. Daar zijn we nu hard uh, aan het werk. En iemand noemde dat net ook al. Uh, uh, volgens mij was het de wethouder. Die zei van ja, we hebben ook, je hebt ruimte nodig. En wij gebruiken vaak dit beeld. Ronald Dworkin, een Amerikaanse rechtsfilosoof. Die vergeleek de wereld, de werkelijkheid van frontline professionals. Zo noemen we ze in Nederland. De eerste dienstverlener eigenlijk die je tegenkomt als je op straat in aanraking komt met, uh, uh, met ja, voorzieningen. Zeg maar. Street level bureaucrats noemen de Amerikanen dat. En uh, Ronald Dworkin heeft daar studie naar gedaan. Hoe kunnen die street-level bureaucrats, hoe kunnen die nou effectief zijn? En daar constateerde hij eigenlijk die wereld van die professionals... Is, kun je opvatten als één hele grote dikke laag deeg. En die dikke laag deeg bestaat uit alle regels en protocollen en procedures... en beslisbomen en taakomschrijvingen en weet ik het wat. Uh, en als je daarin effectief wilt zijn als professional, die ruimte... Dan heb je op een of andere manier een gat in die donut nodig. Maar voegde hij eraan toe: eigenlijk onder aanvoering van wat we ook in Nederland aardig geadopteerd hebben in het openbaar bestuur, het nieuwe public management. U moet de overheid gaan runnen als een tandpastafabriek Met allemaal processen, et cetera. En dan, want dan weet je tenminste, als je er iets in stopt, komt er iets uit. Dat is rechtvaardig, rechtmatig en daar moet u het mee doen. En al die procedures en processen die daar eigenlijk in dat verlengde zijn ontstaan. Die hebben eigenlijk dat, dat deeg een beetje te dik gemaakt. Er zit te veel deeg in die donut, waardoor dat gat, in ieder geval het vermeende gat van die, uh, van die professionals, te klein is geworden. Waardoor Marcel uh, niet, geholpen kan, uh, niet goed geholpen kan worden. Want we hebben wel degelijk gevraagd, zouden we nou niet die 7000 euro, we hebben blijkbaar een budget van 269.000 euro. Dus zouden we nou niet die 7000 euro daarmee kunnen regelen? Ja, dan zegt iemand ja, maar dat, dat mag niet. Van wie dan niet? Ja, uh, van de wet niet. Oké, okay, van de wet niet. Van welke wet dan niet? Ja, uh, wij hadden bijvoorbeeld voorstel doen met iets met bijzondere bijstand. Uh, dan maak je van een niet-saneerbare schuld, maak je een saneerbare schuld. Nou, participatiewet, daar mag dat niet. Je mag geen schulden regelen met bijzondere bijstand. Oké. Okay. Uh, en als we daar nou overheen kunnen komen, als we er een uitzondering van maken, ja, maar dan, dan komt hij wel erg makkelijk van zijn straf af. Uh, dus, nou ja, weet je, dat, soort, uh, dat soort overwegingen zitten daarbij. Dus bureaucratie, dit is ook cultuur. Hè, dat is ook cult en onze cultuur is: kop niet boven het maaiveld uitsteken, uh, uh, gelijke monniken, gelijke kappen. Dus dat vinden we allemaal heel erg, uh, uh, heel erg ingewikkeld. Uh, en om dat een beetje in goede banen te leiden, uh, hebben we alles in processen. Stel je, hebt, uh, Marcel, stel je, stel je voor, Marcel is een ei. Nou, Marcel heeft heel veel dingen gedaan waardoor dat voorstelling. Uh, ja, je kunt je wel voorstellen, Marcel is uh, af en toe best wel een ei. En uh, uh, als, je dan, uh, als je met dat ei onze spreekwoordelijke verzorgingsstaat inloopt. dan gebeurt er in termen van dienstverlening gebeurt er eigenlijk dit: dan gaat er zo'n eiersnijer door Marcel heen. Uh, en dan gaan we zes verschillende plakjes Marcel. Uh, gaan we in zes, zeven, acht verschillende procedures, met hun eigen tempo en hun eigen financiering, hun eigen specialisten en hun eigen uh, dynamiek en cultuur, gaan we daar doorheen halen? Dus stel we willen die 7000 euro regelen voor Marcel, met Marcel. Um, want dan, kan hij, nou, dan kunnen we een goed plannetje maken, dan kan hij gaan wonen. Begeleiding, wat gaan we dan doen? Marcel zei ook: ik neem een depot, een medicatiedepot. Dan, 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 wordt het medicijn, dan worden zeg medicijnen, maar mondjesmaat in je lichaam vanzelf afgegeven. Dat is een stuk makkelijker om dan medicatie trouw te blijven. Ik ga in bewind, ik doe alles als ik maar perspectief kan, uh, kan krijgen. Ik werk overal aan mee, maar eerst perspectief. Um, maar dan gaat er dus iemand van het UFV gaat aan het werk met die, met die Waijong. En dan gaat er iemand van de WMO aan het werk met uh, die begeleidingsvraag. Dan gaat er iemand bij de bijzondere bijstand aan het werk met die, uh, met, die schulden, uh, met die schuldenvraag. Dan moet er nog iemand van de afdeling schuldhulpverlening, wat in potentie ook bij een andere kredietbank is uh, geregeld in een regionaal samenwerkingsverband, die gaat dan aan de slag met die andere schuldhulpverlening. Uh, uh, dan heeft hij nog een behandelend arts. Uh, een psychiater die met medicatietoestanden uh, dingen aan, uh, aan het doen is. En dan zijn we nog in die dakloze opvang met hem bezig. En dat heeft allemaal zijn eigen dynamiek en zijn tempo, en weet ik het wat. En ik kan u voorspellen, voor dit soort ja, situaties komt het zelden voor dat je die plakjes in de juiste volgorde op hetzelfde moment weer die verzorgingstaat uitkrijgt. En dat is dus ingewikkeld. En daar hebben we dus ruimte voor nodig. En die ruimte is niet voor alles en iedereen. Want dienstverlening is best wel goed geregeld. Maar sommige mensen. Um, die moeten we eigenlijk, zeg maar, ja, we noemen het wel eens een beetje de bijzondere overheid. Bijzondere gevallen, bijzondere situaties, bijzondere afwegingen, bijzondere dilemma's verdienen ook een bijzondere aanpak vanuit de overheid. En dat zijn verrassend vaak mensen die ook een beetje op elkaar lijken. Marcel is uniek, hè? Maar die, de mensen lijken ook wel een beetje op elkaar als je kijkt naar bepaalde combinaties van problemen. Waar is het nou altijd druk achter de voordeur met professionals? Dat zijn bijna altijd mensen, als je het op de piramide van Maslow plot: bijna altijd mensen die geldproblemen en woonproblemen hebben, en of woonproblemen hebben, en die daardoor, of in ieder geval in relatie daartoe, mentale problemen, opvoedproblemen en fysieke gezondheidsproblemen ontwikkelen. Um, en dat komt verrassend vaak voor, en dat zie je ook in de grote getallen terug. Mensen met betalingsachterstanden bij de zorgverzekeraar gebruiken 30% meer zorg. Dan mensen zonder betalingsachterstanden. En de duurste 10% daarvan gebruikt 50% van de volwassen GGZ. Met andere woorden. Um, en dit is best wel toegankelijk, hulp, ondersteuning, et cetera. omdat we allemaal gericht zijn op dat nirvana van die zelfontplooiing in die piramide van Marslof. En je ziet ook het geld wat we die verzorgingsstaat inkieperen, inkyperen, we eigenlijk van bovenaf die verzorgingsstaat in. Dus we hebben hier best wel veel aandacht voor, veel geld voor beschikbaar, et cetera. Maar we hebben niet goed omgekeken. Nou, de koning uh, nam twee weken geleden ook het, uh, het woord in zijn, uh, in zijn mond. We hebben niet goed omgekeken, niet goed gezorgd voor de bestaanszekerheid. in onze samenleving. Um, en deze uitruil die komt heel vaak voor. Kijk maar naar dit, uh, dit staatje: mensen die een laag inkomen hebben uh, versus mensen die een hoog inkomen hebben. En dan het zorggebruik in de Zorgverzekeringswet. Dan zie je. Dit zijn mensen zeg maar van, uh, hoe heet het, van 30 tot 49 jaar, dus zeg maar jonge mensen. Uh, in de bloei van hun leven. Als je weinig geld hebt, gebruik je bijna twee keer zoveel zorg als wanneer je veel geld hebt. En dit is gewoon de harde gezondheidszorg. Dat neemt later gelukkig weer uh, een stukje af. In ieder geval de delta, het verschil neemt, uh, neemt af. Maar dat heeft er onder andere mee te maken dat deze mensen met het lage inkomen een stuk eerder doodgaan. Zes tot acht jaar. En natuurlijk dat iedereen op latere leeftijd hogere kosten gaat maken. Dus het relatieve verschil wordt, uh, wordt minder. En hoe hard dat ook kan gaan, dat zorggebruik, zie je ook wel uh, in, de, uh, uh, in de energiearmoede. Dus uh, TNO heeft een onderzoekje gedaan naar kinderen en hun, nou ja, hun, hun medicatiegebruik en ziekenhuisopnames. In gezinnen in dezelfde sociale omstandigheden, waar de kachel uit bleef staan en waar de kachel aan, of uitging vanwege die energiearmoede en waar de kachel aan bleef staan. In gezinnen waar de kachel uitging, in dezelfde sociaal-economische klasse, versus gezinnen waar de kachel aan bleef staan. In die gezinnen waar de kachel uitging, werd 24% meer medicatie aan kinderen verstrekt en 40% vaker kwamen ze in het ziekenhuis terecht. En dat soort combinaties resulteert ertoe dat we in een gemiddeld sociaal domein, in die hele dienstverleningshandel, dat we 50% van de middelen, dus 50% van de tijd, investeren in 5% van de huishoudens. Dus we hebben zeg maar 5% Marcels. Dan zou je kunnen zeggen: 95% loopt dus ook best wel lekker. Nou, ik geloof ook wel dat het best wel lekker loopt. Uh, er is altijd wat te doen. Het kan altijd beter, eenvoudiger. Um, maar in ieder geval voor die 5% um, werkt het niet zo goed. En daar investeren we dus wel 50% van onze tijd in. En als je dan aan professionals vraagt: dan zul je wel lekker bezig zijn achter die voordeur. Lekker met Marcel bezig kunnen, je bezig kunnen houden. Dan schetsen ze vaak een beetje dit beeld. En dat geldt ook voor mantelzorgers. En dat geldt ook voor ouders met dubbel gehandicapte kinderen. Die zeggen, yo, ik ben toch heel veel bezig met gedoe. En ik kom weinig toe aan, aan wat er echt moet, uh, moet gebeuren. En om dat te doorbreken, hebben wij, wij noemen dat de doorbraakmethode. Uh, hebben we gedacht, hoe, we dat nou, hoe zou je nou uit dat doolhof kunnen komen? Hoe zou je Marcel als heel ei kunnen blijven beschouwen in plaats van in plakjes? En hoe zouden we daar nou uit kunnen komen... Uh, en dit is de waardendriehoek, dat is eigenlijk de sleutel van die, die doorbraakmethode, is eigenlijk heel eenvoudig. We gaan vanuit de positie van Marcel en zijn wensen en zijn de problemen waarvan hij vindt dat het ook een probleem is. Uh, het komt echt niet zelden voor dat mensen, al dus professionals, problemen hebben waarvan mensen eigenlijk zelf vinden dat ze die problemen niet hebben. Je kan met een geldprobleem het wijkcentrum inlopen en met een zingevingsprobleem weer naar buiten uh, komen, terwijl je geldproblemen niet zijn, uh, niet zijn opgelost, dat heet integraal werken. Uh, maar wat we zien is, nou ja, als we nou, stel we willen voor Marcel iets fixen. 7.000 euro die schuld willen we, willen we weg, wegwerken. Dat proberen we met die, die doorbraakmethode shit fixen. Um, dan zegt iemand, dat mag niet van de wet. Van welke wet? Participatiewet. Nou, dan gaan we ze in die wet lezen. En dan staat er in artikel 35 zoiets als, oh, je mag bijzondere bijstand verstrekken voor dingen die noodzakelijk zijn. Waar iemand zelf niet voor had kunnen sparen, die hij niet heeft voorzien, uh, enzovoort. Daar staat niet in, je mag geen... Boetes afkopen of zo. Dat, staat er helemaal, dat heeft de wetgever helemaal niet geregeld. Er staat wel in de memorie van toelichting dat de bijzondere bijstand in zijn algemeenheid geen schuldenvoorziening is. Um, maar er is altijd ook een uitzonderingsmogelijkheid. Er is altijd een hardheid. In iedere regeling is een hardheid. Zouden er redenen kunnen zijn om die hardheid vanuit de participatiewet te gebruiken in de situatie van Marcel? Nou, laten we eens kijken naar een andere wet als we toch integraal aan het werken zijn. De WMO, wat willen we eigenlijk in de WMO met Marcel? Nou, we willen dat hij uitstroomt uit die voorziening. Daar zit hij al tien jaar in. Dat hoeft helemaal niet. Uh, dus we zien in de WMO misschien wel een opdracht om met Marcel iets te doen. We hebben twee wetten. In het kader van de ene wet is een oplossing niet verboden. En in het kader van de andere wet is een oplossing misschien wel een opdracht. Dus je kunt heel gauw ook zien. Hé, hey, wacht even, die wetten, die zitten misschien wel helemaal niet zo in de weg als dat we denken. Als we dan kijken naar iets anders wat we belangrijk vinden, dat druipt het vanaf in het beleid. Dat hebben wij maar het verzamelterm betrokkenheid genoemd. Betrokkenheid, dus, daar gaat het vanuit. Als we een voorziening aanreiken, zouden we graag willen dat het een voorziening is. waardoor mensen weer zelf aan het roer van hun leven komen te staan. Nou, is die voorziening voor Marcel, is dat dan die dakloze opvang? Is dat waardoor hij dan zelf weer. Of is dat eerder dat we de mogelijkheid scheppen om een huisje te kunnen, te kunnen bemachtigen met goede begeleiding? Nou ja, dat is natuurlijk dat laatste. Marcel wordt een stuk zelfredzamer. Op het moment dat hij weer zijn leven zelfstandig of zo zelfstandig als mogelijk kan vormgeven. Dat is wat we met beleid bedoelen. Zoiets de bedoeling is, is dat de bedoeling. Dan dus zien we, hey, we doen eigenlijk ook iets wat dan de bedoeling is. Nou, is het niet de bedoeling dat Marcel zijn straf ontloopt? Dus wat hebben we gedaan? We hebben met de parketsecretaris van het OM gebeld en gevraagd: mag Marcel niet een taakstraf in plaats van een geldboete? En een taakstraf is in de orde van straffen nog eens een hogere straf ook. Dus Marcel zegt, geef mij maar een hogere straf, want die kan ik wel. Ik heb wel tijd, maar ik heb geen geld. Nou, prima, toch? Hebben we het ook dat maatschappelijk uh, netjes geregeld. En in termen van rendement, ja, om even kort te gaan. Dat hele, uh, dat hele uh, bouwpakket om Marcel ergens te laten wonen kost ongeveer 50.000, 60 60.000 euro per jaar. Dat is nog steeds wel een dure klant. Maar dat is geen 260.000 euro per jaar. Dus het scheelt ook nog. En dat zien we ook in allerlei staartjes terug. Als het gaat over duizend cases, zien we gemiddeld... Worden bijna 5000 euro goedkoper dan wat het was. En in heel veel situaties uh, weten we ook escalaties te voorkomen. En die escalaties, als die niet door zouden gaan, dan uh, scheelt dat 30.000 euro bijna. In duizend van die situaties, zoals, uh, zoals Marcel. Uh, wat we dan zien, wij noemen dat de doorbraakmethode. Maar wat we dan zien, is dat we eigenlijk, als het gaat over dat dolhof en waarom dingen niet kunnen, dat het eigenlijk nooit gaat over dat er te weinig geld is gaat het nooit over dat de wet echt ultimo in de weg staat? Je moet wel even de diepte van de wet opzoeken om te kijken, hey, kunnen we hier uh, van afwijken? En niet alles wat mag van de wet is ook een goed idee. Daarom maken we ook zo'n rekensom. Daarom kijken we ook wat doet het in het leven met die betrokkenheid van uh, van Marcel. Er zitten ook nog kwalitatieve doelstellingen aan, uh, maar waar we veel te veel eigenlijk uh, overheen stappen uh, door te zeggen mag niet, is over dit fenomeen. Dit zijn de 10 meest voorkomende redenen om nee te zeggen tegen dingen die eigenlijk best wel logisch zijn. En met precedentwerking op nummer 1. Dus stel dat we hieraan zouden gaan beginnen. Nou, 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 dan is het hek van de dam. Enzovoort, enzovoort. Um, maar de grap is van die hele, in ieder geval, decentrale werkelijkheid, is dat er helemaal geen. door te acteren kun je helemaal geen precedenten meer scheppen als overheid. Want de overheid wordt verlangd om iedere individuele context individueel te bekijken, dan te doen wat nodig is. En daar een nette maatschappelijke onderbouwing bij te, uh, bij te geven. Nou, dat hebben wij, omdat we hier toch een beetje in een, in een ja, digitale uh, uh, werkelijkheid zitten, hebben we dat ook gedigitaliseerd. Want uh, professionals kennen die wetten helemaal niet. Nou, we hebben een, een, een soort van app gemaakt, uh, waarin alle wetten die uitzonderingsmogelijkheden bieden, al die artikelen die hebben we voorgeprogrammeerd. Een typ je in: dit probleem gaat over schulden. Uh, en ik wil iets met bijzondere bijstand. Dan suggereert die app welke wetten en wetsartikelen daar wel eens ruimte voor zouden kunnen bieden. In die app zit ook een maatschappelijke rekenmachine, waarin je kan uitrekenen: hé, nu geven we dit uit aan Marcel, zoveel uur begeleiding, zoveel dagen maatschappelijke opvang, zoveel GGZ-zorg. Er zitten allemaal maatschappelijke prijzen in. En als we dat andere doen, dan nou, zetten we dit en dit en dit in. En die rekent uit hoeveel verschil daar, daar tussen zit. En zo proberen we professionals. Die ruimte nodig hebben, maar niet precies weten waar ze dat moeten zoeken. proberen we toe te rusten dat ze zelf met dat hele ei in de hand. een plannetje voor dat hele ei kunnen blijven maken. waardoor dat ei ook niet door die eiersnijer hoeft. en met een nette maatschappelijke onderbouwing, methodisch met maatwerk aan de slag kunnen. Want eigenlijk de belangrijkste boodschap is: mag niet, bestaat niet. En dat geldt dus ook in dat ja, dienstverleningsdomein. We hebben allerlei dingen in procedures hartstikke netjes geregeld. Die procedures zijn heel hard nodig. Omdat we, en ook digitaal, het kan niet anders. Omdat we nou ja, ook aantallen moeten halen. Maar er is een klein groepje mensen, en daar hoeven we echt de revolutie niet voor af te kondigen. Hoeven we hoeven ook niet al onze dienstverlening allemaal mee aan de kant en iedereen maatwerk. Nee, maar er is een klein groepje mensen die best wel op elkaar lijken. Die ook verrassend vaak in dezelfde wijkjes, in dezelfde huisjes, in dezelfde weet ik het wat uh, wonen. Kijk maar eens, ik weet niet of je als eens naar de huisartsenpost uh, bent geweest op, in een weekend. Nou, kijk daar maar eens, weet je. Dus uh, zijn, zijn ook goed te vinden. Daar moeten we iets anders voor bedenken. En dan later de dienstverlening proberen aan te haken. Um, en dan is het belangrijk om te weten: iedereen die zegt dat iets niet mag, heeft waarschijnlijk ongelijk. Nou, dat is denk ik de mooiste uitsmijter. Um, Applaus voor Elke. Dank je wel. Er zijn, uh, zijn vragen, vragen binnengekomen. Ah, ja. Ja, we hebben, ja, Ik wil jullie ook niet van de koffie afhouden. Dus <laughs> ik denk dat wat mij betreft is het de allerbelangrijkste. Hoe is het nu met Marcel? Marcel, oh, God, nou. Okay. <laughs> even kort. Ik zeg, ik zeg even één kort. ding over Marcel. Ja. Marcel is een hele tijd goed gegaan. Laatst gingen we weer een klein casusonderzoekje doen in, voor het Zorg- en Veiligheidshuis uh, in, uh, in Zwolle. En uh, daar werd ook weer voor uh, voorgedragen. En uh, ik denk, Verrek, die ken ik. Oh, nee. Dat was Marcel. Ah. Marcel zit inmiddels in de levensloopbenadering. Dat betekent sowieso een eufemisme voor: uh, we hebben niet zoveel ambitie meer met je, maar we weten wel dat we ons hele leven met je bezig blijven. Ah. Ja. ja. Maar het gaat wel. Hij zit in be, be, beschermd wonen, zit hij nu. In. Dus hij. Nou, wel beter dan wat het was. Ja, maar. Nou, mooi wordt het nooit meer. Nee. Dankjewel.